Alexander Den Harter van Boskalis. Jij hebt het over mobile first en cloud first, vraagteken. En je wil naar een uitroepteken. Van, waarom zou je mobiel en cloud überhaupt willen nodig hebben in jullie business? Onder de huidige omstandigheden waar Boskalis medewerkers werken, is het belangrijk dat wij kijken of dat wij ons meer kunnen richten op business value creëren. Zonder dat wij ons bezighouden met infrastructuren of netwerken, wat heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Maar de business value creëer je volgens mij beter. Door mobile first en cloud first strategie te gebruiken. Ja, hoe ga je dat onderzoeken van de vraagteken naar het uitroepteken? Wat zijn de projecten? We gaan verder. We hebben nu een proof of concept gedaan en we gaan verder inzoomen op een aantal aspecten die we daar geleerd hebben. En daar gaan we stapje voor stapje proberen een uitroepteken te maken. Wat was de proof of concept? Proof of concept ging over het kunnen bestellen van items op een mobiele disconnected locatie waar we met een mobile app door 220.000 items zouden moeten kunnen gaan zoeken. En daar een bestelproces gaan starten. Wauw, en dan echt niet in makkelijke omstandigheden, niet gewoon lekker achter je gewoon in het zand. Echt gewoon in het zand. In het zand, echt, want jij doet echte atomen bewegen heen en weer. Dat is echt. Ja, wij doen echt werk. Wij staan echt met de pootjes in de bagger of wij hangen ergens in een mast of wij plaatsen windmolens. Ja, absoluut. Het mooie concept is alleen maar welkom als het ook echt iets nuttigs absoluut. Is. Zeg maar. Hoe werkt BizTalk daarbinnen? BizTalk is ons landschap waarmee wij alle functionaliteit van onze back-office applicaties eigenlijk ontsluiten. Mm-hmm. We zijn in een wereld van overnames op dit moment. We hebben heel veel bedrijven overgenomen, fusies gedaan en wij proberen die back-office applicaties die daar nu zijn, proberen we via BizTalk dan te ontsluiten zodanig dat we die op mobiele apps kunnen gaan gebruiken. Hey, wanneer verwacht je de uitroepteken te kunnen plaatsen? Ik hoop dit jaar, maar of dat gaat lukken. Succes. Dankjewel.